Oefeningen en tips om je onderkin te verkleinen en je hals te vormen. Zowel het gezicht als de hals bevatten erg veel spieren die de stevigheid van de huid bepalen die ze bedekt. Deze spieren voorkomen het verschijnen van rimpels en dat vet zich opstapelt in de regio van de hals. Maar vele mensen vergeten dat je ook deze spieren, net als alle andere spieren, regelmatig moet trainen om ze sterk te houden. De huid heeft ook extra voedingsstoffen nodig om rekbaar en stevig te blijven. Rekening houdend met deze aspecten, hebben we een eenvoudige routine opgesteld, samen met twee extra aanbevelingen, zodat je dit doel kan bereiken. Oefening 1. Ga rechtop staan met je rug recht en je mond gesloten. Maak nu cirkelvormige bewegingen met je tong tegen het gehemelte punt. Herhaal die 3 keer per dag, elke dag. Oefening 2. Neem plaats op een comfortabele plek met je rug recht en zo ontspannen als mogelijk. Punt. Zeg alle klinkers op een overdreven manier, zodat je je mond zo ver mogelijk op doet. Punt. Herhaal dit 10 keer, 2 tot 3 keer per dag. Oefening 3. Ga zitten in een comfortabele stoel met je rug recht en je armen gekruist. Punt. Strek je nek naar voren en draai langzaam naar links of rechts tot je je verste punt bereikt hebt. Punt. Houd deze houding 2 seconden aan en keer dan terug naar de oorspronkelijke positie. Herhaal deze oefening nu ook naar de andere kant. Punt. Herhaal dit 10 keer per dag. Oefening 4. Span je spieren in je nek zoveel mogelijk aan en probeer dan te fronsen. Punt. Herhaal dit 5 keer, 2 tot 3 keer per dag. Oefening 5. Koop je favoriete kauwgom en gebruik dit om je de spieren in je hals en gezicht te trainen. Punt. Kauw op een overdreven manier en dit minstens 10 minuten lang. Punt. Herhaal deze oefening 2 tot 3 keer per dag. Hydratatie om de hals meer vorm te geven. Om je hals meer vorm te geven, is het essentieel dat je meer water gaat drinken en hydraterende producten gebruikt. Drink daarom 6 tot 8 glazen water per dag om uitdroging te voorkomen en je huid beter te voorzien van zuurstof. Voed je huid met een voedende crème die tegelijkertijd ook de huid strakker maakt. In de regio van de hals zal dit helpen om je onderkin te verkleinen. Het helpt ook om meer groenten en fruit te eten, aangezien deze antioxidanten bevatten die goed zijn voor je huid. Massages met tarwekimolie. Een massage met tarwekimolie is erg handig om de huid strakker te maken in de zone van je onderkin. Dit product bevat erg veel vitamine E, een voedingsstof die voedt, vorm geeft en de huid strakker maakt. Masseer van de kin richting de lagere delen van de hals door zachtjes met je vingertoppen te drukken. Herhaal dit elke dag, 's morgens en voor je naar bed gaat. Appel- en bietensap. Door regelmatig een sapje van appel en bieten te drinken, kan je gemakkelijker gifstoffen en overtollig vocht afscheiden, factoren die aanleiding geven tot een onderkin. Het bevat weinig calorieën, is rijk aan antioxidanten en geeft je een verzadigd gevoel, waardoor je minder gaat eten. Ingrediënten: 2 appels, 1,2 biet, 1,2 glas water, 100 ml. Bereiding: doe de appel en de biet in een blender. Punt. Meng hierbij het halve glas water. Punt. Drink het sap voor je ontbijt en dit minstens 3 keer per week. Vergeet niet dat deze aanbevelingen enkel werken als je de instructies consequent opvolgt. De resultaten zijn ook niet meteen zichtbaar en kunnen verschillen van persoon tot persoon.